Welkom in sessie 96 van de Porselein Challenge. Hehe, 96, dat wil zeggen, dit is de laatste week van de Porselein Challenge. Dus er komen nog 5 afleveringen aan. Nog 3 draaisessies en 2 afdraaisessies deze week. Ik kijk er naar uit om ze te doen. En ik heb ook een klein beetje zenuwen voor de laatste aflevering. Dus de laatste aflevering is uiteraard aflevering 100 en zal met 10 kilo porselein zijn. Ik heb heel lang gedacht, ja, wat ga ik ermee doen met die... We moeten dat wel wat vieren ook. Maar ja, het is zo'n drukke maand ook, met allemaal andere dingen. Ik was eerst aan het denken van die 100ste sessie live te doen. Van echt live te draaien voor jullie. Langs een ander, ik vind dat veel te spannend, dus ik weet niet of ik dat aan kan. Stel dat die 100ste sessie dan mislukt, ja, dan zou nog echt wel een afknapper zijn. Dus ik weet het nog niet goed. Het zou ook kunnen dat ik ze toch wel nu opneem, op voorhand. Maar dat ik er wel een première van maak op YouTube, dat wil zeggen dat we daar op een bepaald moment met z'n allen naar gaan kijken. Op een bepaald tijdstip, jullie en ik samen. En dat je dus ook in een chat, terwijl dat eigenlijk die video bezig is, dat je in de chat vragen kunt stellen. En dat we dus ja, wel samen naar die laatste aflevering kunnen zien. Lijkt me ook nog wel tof voor de interactie. In elk geval, ik ga het jullie nog zeker laten weten. Dan is er nog iets anders dat ik wil vertellen. Ik heb het gevoel dat ik na die 100ste aflevering zijn er nog heel veel stukken af te werken. Ja, decoratietechnieken die ik nog wil uittesten, glazuren die ik nog wil uittesten. En ik heb nog zoveel andere dingen te vertellen. Ja, we zijn altijd maar bezig met ook nieuwe dingen te maken. Maar er zijn zoveel mensen die ik zo dankbaar ben dat ze alles wat we doen volgen. Die ook al online cursussen hebben gekocht. Jullie eigenlijk, die heel de tijd zitten te kijken, die alles volgen ook op Instagram wat er gebeurt. En we hebben daarover nagedacht om iets meer ook nog te kunnen bieden voor die mensen. En we gaan daarvoor eigenlijk een Dikke Vrienden online omgeving maken. De naam staat al vast, het gaat Dikke Vrienden noemen. Wat er ook al vast staat, is dat het in de cursusomgeving zal zitten. Dus voor degenen die een cursus Beter Draaien aangeschaft hebben of nog zullen aanschaffen bijvoorbeeld, of die de cursus Glazuren Zonder Stress hebben gekocht, zal het gewoon in hun pakket zitten. Dus gaan we dat gewoon zien verschijnen en uiteraard gaan we daarover nog communiceren. Voor mensen die nog nooit een online cursus hebben gedaan bij Studio Keramiek, zal het een betalende optie zijn. In elk geval, er gaan heel veel extra filmpjes in zitten, achter de schermen, voorbereidingen. Niet alleen van een challenge, maar ook bijvoorbeeld degenen die al langer aan het volgen zijn, de vrijdagsessies van indertijd, gaan ook terug in die omgeving komen, zodanig dat je die ook nog eens terug kunt bezien. Dus dat wordt wel een toffe, denk ik, een leuke omgeving met heel veel informatie en extra's. En ik kijk er echt naar uit om dat samen met jullie een beetje op te bouwen. Als je geïnteresseerd bent, ik ga hieronder ook een link zetten. Zodanig dat je u al sowieso op de VIP-lijst kunt zetten voor op het moment dat die Dikke Vriendenomgeving gelanceerd wordt, dat je daarvan op de hoogte wordt gehouden. Maar sowieso degene die een cursus hebben, een lopende cursus hebben, of degene die nog een cursus aankopen in de komende weken, die zullen sowieso daar op die VIP-lijst staan en al die informatie krijgen. Hè? Maar als je nieuw bent, dit is bijvoorbeeld het eerste filmpje dat je ziet en je denkt, oh, dat lijkt me wel iets tof, dan kun je zelf op de VIP-lijst zitten hieronder. Moet ik nog iets vertellen? Je ne pense pas. Ik kijk er naar uit, ja, om daarmee te beginnen. Wanneer gaat dat zijn? Het is nu, ja, tegen de tijd dat jullie dit zien, zijn we echt einde van september, denk ik. En het stond eigenlijk op het programma om dat in september te lanceren, maar september was gewoon een veel te drukke maand. Onder andere met die challenge, maar ook een week lesgeven bij Congé Keramiek, waar ik juist van terug ben en een beetje hees van ben. Ik heb nog de cursus van Moondobang, ook nog die er deze week op staat, die ik zelf ga volgen. En dan ga ik nog 2 dagen lesgeven in Tongeren, in het atelier van Vanessa. Dus ja, dat is nog een veel te drukke maand geweest om ook nog die Dikke Vrienden te lanceren. Dus dat gaat in oktober gebeuren.
Dus, maar je gaat daar nog wel heel veel van horen. Genoeg gezeverd, we zullen er eens aan beginnen. Dit is het onderste stuk. De gewichten even meegeven. Dit is 5 kilo 100. En het bovenste stuk zal 4 kilo 500 zijn. Nou, sinds een aantal sessies ben ik terug overgeschakeld op het eerst draaien van het onderste stuk en dan het bovenste stuk. Om de zeer eenvoudige reden dat ik dan dat onderste stuk een langere tijd kan laten staan en dat dat dan toch steviger is om dat bovenste stuk erop te zetten. Let's do this! Ik kan er bijna niet meer aan, zo met mijn hand. Daar. Dat jopje is eruit. Voilà. Ik was weer iets te onstuimig met die bodem. We zitten nu op 33. Ik zou graag nog een heel klein beetje groter gaan, maar ik wil eigenlijk eerst hier van onder
durf een net ietsje beter nog hebben. Maar ik mankeer met een getande loemer. Die ga ik eens even moeten gaan zoeken. Deze, hè? Remember? Met die tandjes. Ik heb er een aantal besteld, die komen op mijn website te staan. Dus moest het u interesseren. Ik zou heel graag naar 35 gaan deze keer. Ik heb 34 nu. Dus dat is nog een klein beetje. Wel lukjes, hè? Nog altijd 34. Ik ga eens met een andere doen. Die heb ik hier ook niet liggen. Allee. Oké, dan zal het met dit worden. Ziet er goed uit, hè? Ik ga hem zo laten, denk ik. Eens meten. 35 buitenkant heb ik nu. En in hoogte, ja, dat is natuurlijk super moeilijk om te meten, want dat plankje is ook 35. 17 ongeveer, is redelijk laag. Dat is natuurlijk logisch, hoe verder dat je open gaat, hoe lager dat hem wordt. Maar toch 5 kilo 100, misschien toch iets hoger gekund. Natuurlijk, je wilt ook, ik wil ook echt dat hebben. Ja, en dat gaat alleen maar als er genoeg gewicht in zit van onder, hè? Genoeg dikte. Ik weet het niet. De volgende ga ik toch nog proberen om wat meer hoogte te creëren. Een centimeter of twee. Dus, hier nu een gootje in. En dan gaan we die laten opstijven. En straks de bovenkant. Hallo, ja, sorry, ik kom even onderbreken. Want ik heb een belangrijke mededeling. En dat is namelijk dat heel deze challenge die je nu aan het zien bent, gesponsord wordt door mijn cursus Beter Draaien. Dat is een cursus voor semi-gevorderden. Dat is vooral voor u als je wilt leren hoger optrekken, als je meer volume wilt in je werk en als je meer je klei eruit wilt krijgen. Ook als je wilt terug sluiten en nekjes. Eigenlijk de dingen die in een challenge aan bod komen. Als je dat wilt kunnen, dan raad ik u van harte de cursus Beter Draaien aan. We beginnen bij het begin. We beginnen bij 1 kilo en we gaan stilletjes aan opbouwen naar de 2 kilo. En ik neem jullie ook mee in hoe dat je curves moet zetten, hoe dat je je loemer moet gebruiken, wat dat de meest voorkomende fouten zijn en zo verder. Als je op de link hieronder klikt, dan kun je je e-mailadres achterlaten en in ruil daarvoor krijg je alvast de eerste 3 video's van die cursus gratis. Dus ik zou zeggen, vul dat nu in en dan laat ik u verder gerust en kun je verder kijken naar de challenge. Oké, we gaan het bovenste deel draaien nu. Ik heb 4,5 kilo op mijn schijf staan, al gecentreerd, wel met de nodige problemen. Dus ik ben echt curieus wat dat gaat geven. Dat is voorlopig oké. Was nog eens goed opgetrokken, hè? Lang geleden dat het me nog zo goed afging. Right. Soms groeit dat porselein amper als je dat optrekt. Deze was goed.
Wacht, zullen we eens nog eens goed meten daar, want ik heb bijna geen bodem. Dat hoeft ook niet op dit stuk. Maar ik moet wel zien dat ik het schoon, dat het stevig genoeg is, hè, van onder. Dat hier niet geen problemen geeft, hè. Het stremt. Als het stremt, dan zak ik het terug in elkaar. Dat willen we niet. Tik het toch. Ah, jammer. We willen dat nog redelijk kunnen redden, denk ik. Je moet dat goed openen. Dat is een bovenste stuk voor op de deze. Dan moet nog ferm naar buiten, hè. Oeh, dat is waf. Dat was niet zonder risico, deze. Wow. Zijn een kameleontoon. Dus 30 maar. En dit is 35 buitenkant. Jakkes. Shit. Ah, mijn voet is te smal. Wacht, hè. Ik ga dat fixen, hè. Nee, hij gaat gaan, ik voel het. Nee. Ik haat het. De beste wil van de wereld kan ik daar nu niks meer mee aanvangen. Bon. Dit is vrij ontmoedigend. Vooral omdat ik daar dus ook zo lang op ons zitten centreren, omdat daar een hard stukje porselein in zat. Waardoor dat waarschijnlijk dan ook redelijk zacht was. En waardoor dat ik dan niet meer... Ik haat het. Of misschien ligt het wel aan het feit dat ik bijna geen bodem had. En dat daardoor eigenlijk ook niet de stevigheid had. Mijn onderste stuk is nog bruikbaar, dus we doen het gewoon opnieuw. Oké, ik ben onmiddellijk terug aan een nieuwe poging begonnen met die 4,5 kilo. Ik heb al geopend, ik heb al de bodem gezet. Dus ik ga nu proberen om dat beter te doen dan de vorige. Ik ga ook mijn basis ietsje breder laten. En nog ietsje openen hier. Ja. Nog eens één keer versmallen. Oké, deze is een goede basis, denk ik, om open te zetten. Ik hoef dat van onder hier niet te veel alles eruit te halen, vermits dat ik nog, als het stuk erop staat, nog verder kan uitdraaien. Dus nu ga ik een beetje naar buiten beginnen gaan. Oké, let's do this.
niet helemaal... Oh, nu is dat precies weer zo. Dat is natuurlijk omdat ik naar die 35 wil. Hè. Dus, zit nu op 32,5. Niet evident, niet evident. Ik ga blazen en hem dan afzetten. En dan nog wat verder naar buiten zetten. Want als ik nu naar buiten zit nog, dan heb ik weer een probleem, denk ik. Het is een moeilijke dag. Oké. Blijven ademen. Blijven ademen. Oké, we gaan dan nog een klein beetje naar buiten zetten. 34. Nu moet ik mij beginnen focussen op dat middenste punt. Midden-midden is dit hier. 33,5. Precies, ook al een beetje gekrompen. 33,5, precies. Dus hier een midden-midden. 33. Klein beetje nog naar buiten. Is ook zo laag. Dat heb ik toch gedaan? Ja, nu is het natuurlijk te veel, hè. Om dat nog wel laten opstijven. En dan proberen om die op elkaar te zetten. Oké, dit is terug het onderste stuk. Dat is het bovenste stuk. Ik heb serieus moeten foefelen om die terug op de juiste afmetingen te krijgen. Ik denk dat ze op elkaar gaan passen. Maar of dat goed komt, dat weet ik toch niet. Ik heb een beetje een off day vandaag. Maar kijk, we geven niet op, hè. Oké. Het is een lage, hè? Een lage, dikke. Als ik hem, het wordt ofwel een fiasco, ofwel wordt het een prachtige vorm. Eén van de twee. Het is een heel, heel groot risico met dat feit dat zo naar binnen staat, die bovenste. De onderste denk ik dat wel stevig genoeg is om dat te dragen, maar... Oké. Eerst even naar die naad kijken. Oké, dan gaan we proberen om deze een lift te geven. Zodanig dat hij wat omhoog gaat. Ik denk dat ik dat met die ronde dingen moet doen. Dat heb je niet veel gedaan. Beter. Oh my god. Wat moet ik hier nu mee? Oh, dikke toch. Super eet. Het is goed dat die onderste ondertussen natuurlijk, doordat ik twee pogingen heb nodig gehad voor die bovenste, is die onderste goed stevig geworden. Maar toch, je ziet hem hier wel wat inzakken, hè. Oh, ik vind het wel iets hebben, hè. Maar ik moet hem wel echt afkrijgen. Echt een goede vorming krijgen. En hier een klein stukje afhalen.
Oké, moest je mij op voorhand gevraagd hebben om dit te draaien, dan had ik dat waarschijnlijk niet gekund. Maar ik vind hem nu wel heel schoon. Ja, en is overal ongeveer even dik. Dus het is niet dat het nog ergens fout is. Oh, yes. I love it. Mannetjes. Hoho. Goed, hè? Vindt u wel goed? Amai. Wat een worsteling was mijn tas, zeg. Ik ga er hier eenmaal afblijven van onder, want... Ja, als ik daar nu aankom, dan heb ik misschien echt iets voor, hè? Moet dat nog meer sluiten? Denk dat niet. Dit is ongeveer de breedte van vanonder. Vanonder gaat er waarschijnlijk nog ietsje afgaan. Maar ik vind het wel oké, zo. Ik ga die rand afwerken, want die is nu te terecht van dat af te snijden. Ja, hier kun je hem niet helemaal zien. Ah. Oef! Het is toch nog goed gekomen. Ik kan er mee stoppen voordat ik het kapot doe. Ik vind de curve goed. Hier kan nog iets af. Die curve is perfect. Ik ben blij. Stop. Gedaan. Sessie 96 was een ware worsteling. Tot in de volgende.